Ik heb sinds jaren Partij van de Arbeid gestemd. Omdat ik in hem geloofde. Maar hij heeft gewoon gelogen tegen ons. Het is een partij van de volk. En ik vind dat ze niet voor ons kiezen. Ze pikken alleen steeds meer van ons af. Ik vind deze PvdA vind ik dus de slechtste partij in mijn 70-jarige bestaan. Op de Klaverjasclub in Hoogvliet zijn ze klaar met de PvdA. Dat uitgerekend een kabinet met de Sociaaldemocraten erin kort op hun inkomen, valt een vies tegen. Ook de 69-jarige Hans Bekkers is zwaar teleurgesteld. Ik dacht dat de Partij van de Arbeid, dat is toch de leuze van de Partij van de Arbeid. Het is de sterkste, het goud is de grootste kost of de sterkste lasten. Nou, we doen het niet precies andersom, dus dat is ook de reden waarom dat ik het niet meer zie zitten. Ik ben een modale werknemer. Ik heb 50 jaar in de Rotterdam samengewerkt. Vele uurtjes dus. Ik heb geen rijkdom. Ik heb een redelijk pensioentje. Wat nu dus op een verschrikkelijke manier dus gekort wordt. Niet met een tientje, maar met 70 euro, dacht ik altijd uit mijn hoofd. En alle bezuinigingen die dat is, die vallen dus allemaal bij deze klasse, bij dus de middenklasse. Veel van de ouderen hier werkten net als Bekkers jarenlang in de haven. En stemden van oudsher PvdA. Ze hoopten ongestoord te kunnen genieten van een oude dag. Ook de gezondheidszorg, 350 euro, gaan wij, 700 euro per gezin, gaan wij allemaal gewoon gebruiken dus. En 90% van de jongelui dus niet. Pensioenen, dan zegt meneer Asje voor de TV de pensioenfonds, gaat slecht. Nee, er is gewoon een ordinaire belastingmaatregel op de pensioenen van de ouderen gedaan dus. Wat dus gemiddeld tussen de 50 en de 100 euro per maand kost. En dit is niet meer de Partij van de Arbeid, dit is de Partij van de Adel. Want ik ben toevallig afgelopen maandag ben ik 65 geworden. En ik krijg half april 365 euro AOW. Heb ik 51 jaar lang voor geploeterd. Vind ik niet eerlijk. He? Waar moet ik dan die anderhalve maand de rest van leven? De Klaverjassers in Hoogvliet zijn niet de enige ouderen die de partij de rug toekeren. Volgens politicoloog Kees Aarts is de PvdA op dat punt zeer kwetsbaar. De Partij van de Arbeid is een van de politieke partijen naast het CDA in Nederland die een relatief oude aanhang hebben, traditioneel. Dat zijn mensen die van de Partij van de Arbeid ook een zekere garantie verwachten voor hun levensstandaard. Die mensen zijn op dit moment teleurgesteld geraakt in de partij en die zoeken dus nu naar alternatieven. Ja, dus de PvdA wordt meer geschaad door dit beleid dan de VVD? Ja, de Partij van de Arbeid leidt hier meer schade van dan de VVD. De VVD is duidelijk een jongere partij. En bovendien een partij waar je die zekerheid, sociale zekerheid voor ouderdomspensioen en allerlei andere voorzieningen misschien wat minder snel zoekt dan bij de Partij van de Arbeid. Samsom en Rutte gaven bij de start van het kabinet al aan dat elke Nederlander stevig moet inleveren. Dat betekent opnieuw 1000 euro per Nederlander. En dat is dus per Nederlander, inclusief de jongeren en de ouderen. Wij vragen van iedereen een extra bijdrage als je het kunt opbrengen. Ook als je boven de 65 bent. Samsom voegde daar nog eens aan toe dat het logisch is, omdat ouderen de meest vermogende groep van ons land vormen. Nou, dat is de reden waarom ik zo ontzettend kwaad ben. Want dat is gewoon, dat zal best een kleine groep zijn. Maar aan de andere kant, als u nou dadelijk 40 jaar verder bent en je hebt samen met je vrouw 40 jaar lang niet een uurtje gewerkt, maar gewoon een flinke werkweek gemaakt en samen keihard 40, 50 jaar gewerkt. Dan mag je toch ook wel na 50 jaar, als je dan 65 bent, een spaarcentje. En dat lijkt me toch wel. Als ze tegenwoordig disjockey worden, zijn ze binnen 3 weken zijn ze al schatrijk. Volgens politicoloog Aarts loopt Samsom het risico dat hij grote groepen kiezers wegjaagt. Gezien de opbouw, de leeftijdsopbouw van de Partij van de Arbeid, kun je wel verwachten dat dit in ieder geval meer dan 10-15% gaat van de kiezers. Het gaat echt om een aanzienlijke groep kiezers die in het kader van de discussies die nu plaatsvinden eigenlijk zich afwenden van de Partij van de Arbeid. Toen VVD'ers massaal wegliepen vanwege de kabinetsplannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie, werden die plannen razendsnel aangepast. Dames en heren, ik heb als onderhandelaar van de VVD een fout gemaakt. Toen de mensen met de cent in het gedrang kwamen, dat probleem was binnen 2 dagen opgelost. Het was gelijk van de baan. Alleen nog alles wat de middelmatige 65-plusser gewoon gaat niet van de baan, gaat allemaal door. Hij heeft tegen ons gelogen, hij zou voor ons opkomen. Dat heeft hij niet gedaan. Heb het echt niet gedaan. Zit er een kans in dat u ooit nog PvdA gaat stemmen? Nee, ik denk het niet meer. Maar waar moet je dan op stemmen? Ik zal ook niet meer op de PvdA stemmen. Beslist niet.
Dat was de laatste keer? Ja, beslist de laatste keer. Ja, met recht. Diederik Samsom en minister Asscher hebben hun krediet in Hoogvliet kennelijk verspeeld. Als mijn schoonzoon zou zijn, zou ik ze aan mijn oren pakken en zou ik zeggen... Hey, luister even, ik heb een schoonzoon in die leeftijd. Hey, qua jongens, jullie doen dat radicaal fout.